Ja mensen, op dit moment staan we dus in de winkel en je hebt hier dus al categorie 1 vuurwerk. Het is niet zo heel laat in het jaar, dus ze zijn eerder dan voorheen. Ik ben hier samen met Pyromaster. Check sowieso ook allemaal even zijn kanaal. Gaan we even wat shoppen en zo meteen gaan we wat stoken natuurlijk. Ik ga je even laten zien wat ze precies allemaal hebben. Check deze dingen. Ook nieuw volgens mij, of niet? Weco. Ze verkopen gewoon Weco hier. Check dit, Weco. Vijfdelig. Deze sierfonteinen heb ik volgens mij ook niet zo gezien in deze vorm. Vorig jaar. Knetterlinten lagen ook in een andere verpakking, als het goed is. Kut ding, ik doe hem sowieso. Die gaat sowieso in het karretje. Check deze, knetterlinten, een eurotje of zo. Neem er ook even bij. Gaan we zo meteen stoken, even testen of ze ja, gewoon een beetje degelijk zijn. Hé, hey, er is er eentje uit hier. Dat kunnen we mooi laten zien dus. Sowieso hebben we een aantal dingen aangeschaft natuurlijk en dat laat ik jullie even aan jullie zien, want we gaan even gelijk even stoken. Ik ben heel benieuwd of er namelijk nieuwe producten bij zitten of dingen die anders knallen of knetteren bijvoorbeeld. En dan kunnen jullie precies zien wat we hebben aangeschaft. Dit is bijvoorbeeld een leuk pakketje van Weco. Kost volgens mij een eurotje of 3 euro, volgens mij 4 euro toch? Ja, klopt. En is van Weco. Ja, ik weet niet wat het precies doet. Het zal niet heel veel voorstellen. Ik weet echt niet wat het is trouwens. Gewoon voor, misschien zit er wel confetti in of ja, zo. Ja, dat klinkt ook wel. Er zit wel zo'n raar lontje hier zo. Een lontje? Ja. Ja, hè? Bizar. Nee, ik ben super benieuwd naar deze. Pak je knetterlinten, zoals ik al zei, voor mij in een nieuwe verpakking. Ik weet niet zeker, zitten er 3 in, maar schijnen wel heel erg lang te zijn. Dus deze knetterkettingen, die kan je even om je nek hangen zo meteen. Hier hebben we een combi assortiment. Er zitten een aantal, en dan hebben we hier dus het combi assortiment, disco flesje erin, grombloemen met knetter, grombloemen normaal, pakje knetterballen zit erin. Ook leuk, voor een paar eurotjes, voor mij ook een eurotje of 3. Hier hebben we wat leuke producten, ik ben ook benieuwd naar deze, ik dacht ik doe ze er gewoon bij. Dan doe je zo'n dingetje doe je in die dartpijl en als je hem op de grond gooit, dan schijnt hij dus te knallen. Dus ik ben super benieuwd naar deze, te knallen, eigenlijk te knetteren. Nog een pakje knetterlinten, hier zien we namelijk een assortimentpakket. 6 fonteinen zitten hierin, 4 euro of zo. En ook benieuwd naar deze. Eigenlijk bij schemer of zo is deze het mooiste, maar daar zien jullie binnenkort wel een video over. Pak je grondbloemen, 36 stuks, ook 2 euro of zo, weet jij dat? Ja, 2 euro. 2 euro voor 36 stuks, dus geen geld. Dus we gaan eventjes lekker dit opstoken in deze fantastische locatie en omgeving. Dus laat er vast even een blauw duimpje achter. 2000 likes zouden ziek zijn. Als dat gebeurt, gaan we nog meer stoken. Ik hoop dat jullie trouwens ook de serie Stoken In heel erg leuk vinden. Als je daar nog niet van hebt gehoord, check even de video's terug. Wij stoken elke week in een andere stad. En er zijn al een aantal afleveringen opgenomen. En jullie bepalen welke stad wij gaan doen. Maar goed, dat zien jullie in andere video's. We gaan even stoken. Yo! Wat grondbloemen eigenlijk. Moet ik hem even beter openen. Maar mooie aansteker van de Pyromaster. Vlot. En nu? Zo. Fantastisch. Kijk nou hoe lang die zijn. Kan je, als je soms om je nek kan hangen, zou het super tof zijn. Zo, dat kan nog wel. Check dit. Ja, man. Check dit gewoon. Gruwelijk toch? Lekker man. Ah, die is lang man. Doe er gewoon nog eentje bij. Even kijken hoor. Mensen doen dit niet thuis na. Even kijken. Ja! Levensgevaarlijk. We gaan even die nieuwe testen, man. Ja, is goed, man. Kijk, die rook trouwens. Moet je even filmen. Oké, okay, nieuwe. Ziek, man. Wat is dit? Hoe werkt dit? Je moet volgens mij dat... Ja, hoe werkt dit? Wat? Hoe werkt dit? Je moet dit dopje eraf halen als het goed is. Dan gaat hij al misschien. Nee, is een lontje. Oh joh, check dit inderdaad. Wat gebeurt er? Oh. Huh? Hè? Huh?
Wat zijn dat, hè? Bart. Wat ga je? Hij gaat de lucht in. Wat is dit dan? Ja, kijk, dan moet van confetti of zo. Ja, er moet confetti uitkomen. Moet deze er niet af? Wat is de bedoeling van deze dingen, mensen? Ja, het is volgens mij bedoeld voor op een taart of zo. Niet dat hij heel hoog gaat of zo. Ja. Disco crackling of zo. Weet je nog van vorig jaar? Ja, ja, die ken ik. Hoppa, nog eentje erbij. Wauw! Er zijn heel veel irritante mensen. Ja, het is echt gek geleden. Hij hoort te knetteren. Mm. Traffic lights. Ah, die piccolo's zijn beter, hè? Ja, man. Zeker. Hij gaat weg, hè? Lekker rook, hoor. Lekker, man. Maar check dit. Lijkt gewoon oud en nieuw hier zo. Echt, hè? Veel rook. Zo, zo. Hij schiet weg, hè? Kijk uit. Veel rook. Weinig vuur. Yep. Steken we er even eentje van aan. Film maar even hierop, cameraman. Ja. Hoppakee. En die auto moet wel even weg, hoor. Wat ben je aan het doen? Je kan makkelijk afkeren, man. Zo, let op. Grommel met knetter. Lukt dat of niet? Jawel. Weet je wat vroeger een keer was? Ze verkochten een keertje bij Zena... Nederland verkochten ze een keertje grombloemen met knal. Maar toen hadden ze gewoon zilver, ze hadden ze gewoon een fles erin gedaan. Ja, kan je nog herinneren of niet, een jaar? Klopt. Was jij wel jong waarschijnlijk, maar... Heb die... Hoppakee. Check dit, hoeveel... Sweat grombloemen of zo. Ja, man. Klopt. Ja. Dus we gaan deze even doen nog. Sowieso, mensen, als jullie het gaan stoken, stook het zo even waar mensen niet kunnen zeuren of zo. Want jullie hebben allemaal de video's gezien op PTD dat heel veel mensen gingen zeuren om categorie 1 vuurwerk. Dus we hadden er nu een keertje geen zin in. Precies. Wat is dit? Ja, dit zijn weer andere, maar ik weet niet of het hetzelfde zijn als de gele. Ja, het is volgens mij wel hetzelfde. Ja? Ja, ja. Kom, we doen er meerdere, ja? Hekskringetje. Ja, joh. Dat gaan we doen. Heksenkringetje. Marijke Helwegen erbij. Zo. Ja, we gaan gewoon een heksenkring maken. Heel pakje tegelijk. Je hoort de trein, hè? Zit de trein hier zo? Ja, hierachter. Dik. Zo. Nu is geen kat 1 meer, hè? Nee. Officieel. Vanzelfvervaardiging. Dus. Zal de politie komen? Dan ben je strafbaar. Ja, ja. 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 Ze zijn iets te ver uit elkaar. Film je? Ja. Ik dan? Ja, ik film je. Alles. Ja, alles. Ziek, hè? Ja, man. Kom, nu even een paar van die potten weer. Ja, is goed. Deze. Uit het pakketje natuurlijk. Tricolor. Mensen zijn gek aan het worden. Ja. En hoe? Wat gebeurt er? Als die knetter is die wel sick. Nee, deze is van verschillende kleuren. Dik, hè? Ja, man. Dat het gewoon kat 1 is, serieus. Zo.
Hier, Phil. Kijk hoeveel we al hebben afgestoken, mensen. Echt sick, hier. Pakketje met knetterlinten. Hij is best lang, langer dan die... Hij is aan, hè? Heel veel afgestoken. Ja, dat is sick, man.